Goedemorgen allemaal, weer een nieuwe dag en weer een nieuwe vlog. Vandaag een hele speciale dag, maar voor degenen die ons nog niet kennen, die zullen we ons even voorstellen. Mijn naam is Bastiaan, dan hebben wij hier, wie ben jij? Levi. Levi, nou daar in de keuken. Hallo mama. Mama, Marieke. En dan hebben we hier nog... Jonathan. Hey, en de mensen zien het nu al een beetje, kijk, er hangen allemaal slingers. Want eigenlijk hadden we nu in de auto moeten zitten, hè? Naar Zwolle. Juist. Want we zouden vandaag naar die yoga tours gaan. Om onze eerste stap naar. Om onze eerste stap te gaan zetten naar. Amerika. Amerika, heel goed. Vandaag wilden we de kennismaking doen met Amerika. En een persoonlijk gesprek. Daar ben ik weer, hallo. Maar we zouden vandaag een persoonlijk gesprek hebben en een videopresentatie over West-Amerika waar we heen willen. Maar ja, door de maatregelen gaat dat dus niet door. Dus, maar het gaat wel allemaal digitaal door. Dus we gaan vandaag wel vanuit onze eigen relaxte bank de videopresentatie zien. Daarna hebben we een persoonlijk gesprek via Zoom. Zoomtje. Maar voordat het allemaal zover is, gaan we eerst eten. En natuurlijk wel volledig in stijl, kijk. American pancakes en we hebben hier maple syrup van het Amerikaanse merk Laplace. Is niet Amerikaans. Nee, is Nederlands. Maar we hebben het huis een beetje gezellig gemaakt. Dat vond Levi vooral erg leuk, hè? Dat hij toch nog het gevoel van een speciale dag. Dus we gaan nou eerst, de hond gaat al ontbijten. Dat is trouwens Nala. En nou gaan wij lekker ontbijten. Heerlijke pancakes en dadelijk gaan we door met eten. Namelijk Dunkin' Donuts hebben we ook nog. En dan de rest van de dag gaan we jullie allemaal nog meenemen. Hè? Niet echt meenemen, ja alleen meenemen naar onze neef Bart. Die hadden jullie in de vorige vlog gezien. Ja, maar we nemen ze ook mee met die videopresentatie, met dat gesprek. Ook. Maar... Dus... Niet echt letterlijk meenemen. Nee, we nemen ze niet letterlijk mee. Dat wordt lastig. Ja. Maar, kijk, mama zit nu ook. Dus we gaan nu eten. En de rest gaan jullie allemaal nog wel zien. Tot straks. Ben ik nou? Nee, Jonathan, jij bent. Doe ik dan in mijn huis mee? Nee, doe je niet mee? Oké, dan is papa. Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel, een tablet en een trui en... Mijn fototoestel. Ja. Nu ben jij weer. Wij zijn mee. Een tandenborstel, een tablet, een trui en een camera. Ja, dat reken ik ook goed. En... Wat zei je dan? Fototoestel. Oh. En knuffel. Ik ga op reis mee. Een tandenborstel, een tablet, een trui. Fototoestel, knuffel en een onderbroek. De wc, je deed niet mee, hou je mond, een onderbroek. A few moments later. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gebeurt er al wat? Geen idee. Nee, gebeurt nog niks. Nee. En wacht. Mag ik weer wat te leggen? Wacht. Maar ja, we hebben wel al donuts. Dunkin' Donuts. Allemaal. Het is officieel begonnen, dus mag ik wel eten. Ja hoor, je mag eten hoor. Eindelijk. Yay. Lekker met zo'n vorkje. Je kan het zo happen. Dunkin' Donuts, Levi. Hey, het webinar is nog niet begonnen, joh. Echt. We hadden het nog niet gezien, hè, Leef? Nee. Het heeft een mooi pet op, trouwens. Lekker. Mooi pet, Levi. Nou, zo beginnen. Een hele mooie weg om te rijden. Zowel met de auto als de camper is dit goed te doen. Nou, rijdt u nou niet via die Tioga Road, want die loopt van west naar oost en andersom.
Dan gaat u verder naar het zuiden en dan komt u hier in de Mariposa Grove. En daar staan dus heel veel van die sequoia bomen bij elkaar. Dus mocht u niet Sequoia National Park bezoeken, dan kunt u hier in het zuiden van het park toch nog die sequoia bomen bekijken. En dit is een zogenaamde tunnel tree waar je dus ook nog onderdoor kunt lopen. Nou, in Los Angeles is het openbaar vervoer lang niet zo goed als in San Francisco. Want het zijn eigenlijk allemaal wijken aan elkaar geplakt. En dat openbaar vervoer is ook per wijk geregeld. Dus ja, neem hier gewoon een auto of een dubbeldekkenbus, zou ik zeggen. Ook de Uber is hier goed als vervoersmiddel. En kunt u bijvoorbeeld hier de sterren bezoeken bij de Hollywood Walk of Fame en Universal. Dus ja, het is echt een stad van zien en gezien worden eigenlijk. De presentatie zit erop over Zuidwest-Amerika. Ik werd er erg enthousiast van. Ik had er vorige keer al een deel gekeken van, maar ik vind het niet erg om het nog een keer te kijken. En ik vond het leuk en zo dadelijk hebben we dan een persoonlijk gesprek over onze eigen reis die we dan willen gaan maken in 2023. Yo! Ja? Wat vond jij ervan? Ik vond het ook hartstikke leuk. Ik vond vooral de Grand Canyon mooi. Ja, hè? Ja. En nog meer te vertellen? Niet echt. Nou, heb je zo nog vragen voor die mevrouw of meneer? Of niet echt? Vertrouw je papa en mama helemaal voor die reis? Ja. Ja? Dus je laat het gewoon op je afkomen? Ja. Nou, dan gaan we nu wachten totdat we dat gesprek hebben. We hebben net ons gesprek gehad, hè, met Rihanna van The Yoga Tours. Ja. En veel verteld, even de reis besproken die we zouden willen. En we hadden eigenlijk al een concept liggen, maar er waren toch wat aanpassingen. Want mama, die wil graag naar Capitol Reef. Ja. Daar gaan kamperen bij de boeren. Ja, leuk. Ja. En Leef, vind jij saai? Kamperen bij de boeren? Waarom, dat is toch leuk? Ja, daar moet PSV bij zijn. Wie? PSV moet daarbij zijn. Oh, PSV, want die zijn van de boeren. Ja. Hé, hey, maar waar heb jij dan het meeste zin in? In Amerika. Disney. Wat hè? Disney. In Disneyland. Ja, maar kijk, is nou zo'n hele mooie trui. Leven die houdt van Disney. Dus daar heb hij het meeste zin in. En mama, waar heb jij het meeste zin in? Ja, goed voorbereid. Mama die is er nog niet zo mee bezig als ik. Ja, nee. Dus, maar ik denk dat mama, even kijken, mama die gaat denk ik Zion het mooiste vinden. Een mooi natuurpark, is dat schat. Oké. En waar heb ik het meeste zin in? Ik heb het meeste zin in Universal, Disney, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Zion. Ja, eigenlijk alles. Eigenlijk alles heb ik zin in. En er nou nog één. Jonathan! Waar heb jij het meeste zin in? Universal Studios. Universal Studios, want wanneer is de planning om naar... Ik doe even het licht aanpassen, want dan zie ik wat meer van jou. Ja, daar is Jonathan. Wanneer gaan we naar Universal Studios, zoals het er nou uitziet? Op mijn verjaardag. Op Jonathan's verjaardag. Hoe oud ga je dan worden? 13? Ja, 13. Je wordt 13 jaar in Amerika in Universal Studios. Vet, hè? Ja. We vliegen dan waarschijnlijk 8 juli. Dus ik ga hem alvast zo dadelijk in mijn agenda zetten. 7 of 8 juli vertrekken we. En dan beginnen we in Las Vegas. En dan maken we een rondje. En dan in San Francisco ruilen we de camper in voor een auto. En dan rijden we naar Los Angeles. Dat is een beetje de planning zoals het er nu uitziet. Maar dat kan natuurlijk nog aanpassen. Dus we hebben nog tijd zat. Maar het gesprek vonden we erg leuk. En wat gaan we straks doen? Piccolini's eten. Piccolini's eten? Nee. We gaan naar? We gaan naar onze medereisgenoten. Dat houden we nog een beetje geheim wie dat zijn. Levi is inmiddels vertrokken. Daar is Levi weer. In de vorige... Ja. Vertel het maar. In de vorige... Zou ik het video noemen? Vlog. De vlog. Kwam... Diegene er dus in voor. Ja, nou dat is goed dat je dat zegt, Jonathan. Als je de vorige vlog hebt gezien, dan zie je iemand die meegaat naar Amerika. Dus zet deze op pauze, kijk even die andere vlog, de vorige vlog. En dan weet je wie we bedoelen. En anders zien jullie het zo dadelijk als wij eraan komen. Want met hun gaan we dan ook de reis bespreken van joh, wat is er bij jullie gezegd, wat is er bij ons gezegd, wat lijkt jullie leuk, wat lijkt ons leuk.
En deze dag is nog lang niet voorbij. En vanavond gaan we echt Amerikaanse hamburgers eten. Ze maken er een heel feest van. Ja. Ja, dus tot straks. Doei. 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 Adios. Zo, hoi allemaal. Zoals je ziet zijn we onderweg. En Jonathan, waar gaan we heen? Levi, waar zijn we nu? Ja. Waar? Bij Bart. Alleen bij Bart. Ja mensen, we zijn aangekomen. Jonathan belt al aan. En nu is het wachten. En Claudia en Ivo. Maar ik zie niemand binnen. Ik zie niemand binnen. Ivo komt al. Hallo. Dat is Claudia. Heb ik de AVG wel gezien? Mijn little sis. Kijk maar. Mijn little sis. Hi. Hier hebben we Ivo. Hola. En Bart die is waarschijnlijk aan het gamen boven, gok ik. Ja. Wij hebben ook een game meegenomen. Zo, en ik heb bier. Ja, zo leuk. Een speciaal Amerikaans bier. Dank u. Alsjeblieft. Biertje? Ja. Doen we volgende week als je niet logeert. Ja. Hey. Ja, dat doe ik jou. Zo, na een hele middag bespreking over onze reis. Hebben we honger gekregen, hè Jonathan? Ja. Je hebt ook heel veel besproken. We hebben maar zitten gamen met je neef en met Levi. Niet met Maar de grote mensen hebben wel over de reis zitten kletsen. En we hebben heel veel ideeën opgedaan, leuke ideeën. En nu is het tijd. Om te eten! Juist Levi, om te eten. Kijk, een real American hamburger party. Dus hamburgers, leuke bordjes. Prachtig tafelkleed, ik herken hem niet. En wat hebben we nog meer? Zo eens even kijken. Een real American curry saus van Albert Heijn. En American friet saus. En ketchup. Black Jack. Hey, die herken ik. Is die van ons? Nee. Wat? En hebben we dezelfde saus als wij. Kijk, ze hebben toch smaak hier. Nou, Ivo heeft smaak denk ik, want die gaat voor de grote camper. Nee, is van Bart. Oh, is van Bart. Oh ja, die wil ook een grote camper. Kijk, en echte broodjes. En kijk, de vrouwen hebben staan kokorellen. We een bol maken. Grote camper. Bij de camper. Grote. Ja. Mensen, even nu. Er is hier nog enigszins een discussie. Althans, Claudia is in de waan dat er een discussie is over een grote of een kleine camper. Plaatsen jullie reactie hieronder. Wat vinden jullie? Moet er in Amerika een grote of een kleine camper als je 4 weken gaat rondtoeren door dat prachtige land? We willen graag jullie mening horen en de meeste stemmen geldig. Dus als de meesten zeggen grote camper, dan wordt het een grote camper. En als de meesten zeggen kleine camper, dan wordt het een kleine camper. Dat is het meest democratische. Ja, wij gaan echt kleine camper. En Ivo zegt dus grote camper. Dictatuur. Back to the basics. Back to the basics. Dan moet je in een tentje gaan zitten. Ook goed. Tussen de beren en de wolven en de puma's en de linkse. Als je maar in je tentje blijft. Maar wij gaan nou lekker eten. Kijk, Jonathan die is al druk bezig. Die heeft heel veel trek, denk ik. Dus wij gaan nou eten. Doei doei! Inmiddels zijn we weer thuis gekomen. Ja. Na een heerlijke maaltijd, de jongens. En met een broodje hamburger. Die was erg lekker, hè? Ja. Ja. Vegetarisch. Legendarisch. Ja. Legendarisch vegetarisch. Ja, legendarisch vegetarisch. Dus de dag is er zo goed als voorbij. Ja. Wat vonden we nou het leukste van deze dag, jongens?
film. De film. Ja, want we hebben tussendoor ook nog een film gekeken. Onward. Dat is een nieuwe Disney film. En er gaan twee jongens, twee fantasiejongens, gaan op een quest, op een roadtrip. En dus dat is wel erg toepasselijk voor deze dag natuurlijk. Maar dan vonden jullie het leukst? Ik vond de game het leukst. Ja, ze hebben ook nog met neef Bart gegamed, Minecraft. We hebben niet met Bart gegamed. Oh, jullie hebben samen gegamed. Ja. We hebben samen gegamed, Minecraft. En dus dat vond jij het leukst, jij vond de film het leukst. En wat denken jullie dat ik het leukst vond? Met eten. De video Dat filmpje van Amerika. Nee, ik vond het gesprek met Rianne van Thiago Tours vond ik ook wel erg leuk. Daardoor kreeg ik wel heel veel zin in de vakantie die ons te wachten staat over een tijdje. Een kort tijdje. Nee, over een lange tijd, maar we moeten nog heel veel centjes sparen. Yo, je bent op beeld. Oh, daar ben je. Maar, we moeten nog een paar centjes sparen. En dan kunnen we de reis gaan doen met Claudia, Ivo en Bart. Maar voor nu, houd het voor gezien. Ja. Dus het einde van deze vlog. Ja. Vond je hem leuk? Geef een duimpje. Je kan je ook abonneren op ons kanaal. En we zijn ook te volgen op Instagram. Hè? Hier het adres. Ja, daar inderdaad. En een reactie vinden we ook altijd leuk onder deze vlog. Dat kan dan weer daar. Dan kan je reactie geven. En abonneer je ook op ons kanaal. Dat vinden we ook leuk. En hou ons kanaal in de gaten voor de volgende vlog. En voor nu zeggen we tot de volgende keer. Doei doei! Adios. Je was weer te vroeg. Zo jammer hè. Nu hebben we al een paar vlogs gemaakt. En in één keer gaat hij te vroeg doen. Dus tot de volgende keer. Doei doei! Adios! Ja. Adios! Yay, gelukt! Adios! Oh, iets te laat.